Bet, trainersvisie. Voordat we aan DVS zelf uh, toekomen, eerst uh, de verrassende andere uitslagen. Jongen jongen, uh, het wordt spannend, Bet? Ja, het blijft spannend eigenlijk. En, uh, kijk, vorige week hebben we natuurlijk een tik om de oren gehad uh, dat je van een directe concurrent verliest. En uh, de rest doet zijn huiswerk wel. Nou, nu hadden wij een keer het geluk dat uh, op andere velden uh, ja, de concurrentiepunten uh, wisten morsen. En daar hebben we gretig gebruik van gemaakt. Inderdaad, gretig. En uh, zo begonnen jullie ook uh, inderdaad aan de wedstrijd. Want je wist natuurlijk de uitslagen uh, van, uh, van die zaterdagmiddag, maar uh, het viel mij uh, gelijk op vastzetten. Volgens plan, denk ik. Ja, dat wel. Maar die gretigheid die, uh, zag je ook al terug in de onzorgvuldigheid. Dus uh, we waren zelf niet heel erg tevreden over de start. Aan zich wel de, de, de power die we erin uh, brachten, maar niet uh, speltechnisch uh, wat we lieten zien. We waren wat onrustig aan de bal en eigenlijk word je geholpen door die 0-1. Maar dat is gewoon een individuele klasse van Benjamin op dat moment. Ja, en dat doet hij altijd als een verdediger denkt dat hij uh, de bal onder controle heeft. En dan gaat hij er nog een beetje tussendoor zwerven dat ja, is ongekend, want uh, je kan hem nog zoveel analyseren als dat je wil, maar dat lukt je gewoon niet. Ben je minder zo creatief in zijn hoofd? En uh, die, weet, die begint ergens aan, en, en zijn benen die, die zijn razendsnel. Dus uh, ja, hij is heel lastig af te stoppen. Over creativiteit gesproken, Bert. Wat een fantastische assist. Ja, die waren goed verzorgd. Kijk, het, uh, ik heb het ook in de krant al aangegeven. Dat niet alleen het scorend vermogen van, uh, van Benna en Olivier opviel natuurlijk. Maar vooral de manier hoe ze gelanceerd werden en hoe ze gebracht werden. Ja, En dat maakt je dan als trainer ook wel weer een beetje happy. Dat je dingen terugziet van, van, van trainingen en dergelijke. De loopacties worden begrepen. Maar ook de juiste snelheid geven aan de paas. Om, om die jongens ook echt goed in stelling te brengen. Die waren goed verzorgd. Ja. Ja, allereerst natuurlijk uh, Oktay Osteruk. Dat vond ik ook wel heel leuk uh, voor hem. Uh, dat er uh, paasers uh, langzaam en zeker uh, goed beginnen aan te komen. Maar <laughs> die paas ook nog een keer poortend uh, naar uh, Olivier Pelon. Die was uh, lekker. Nou, het mooiste daarin was dat hij eigenlijk zelf goed in schot, uh, schietpositie kwam natuurlijk. En, en Octa beschikt natuurlijk over een fantastisch, uh, fantastisch afschot. Maar hij voelde aan dat, dat het ook wel eens fout zou kunnen gaan. Dus en dan ziet hij Olivier met een prachtige lopenactie in de steekteam hem zo weg. Ja, Olivier hoeft hem ja, dat is zo mooi, alleen maar binnen te schieten, maar dat is ook nog wel een kunst. Maar uh, Octa had zaterdag een erg goed oog in, in iedere situatie. En uh, het was niet alleen een balbezit, maar ook bij balverlies zat hij er bovenop. En uh, hij won heel veel duels en uh, dat maakte hem erg sterk, ja. Ja, maakte hem inderdaad uh, sterk. Wat ik ook sterk vond, dat was die beweging van uh, Dennis Hollard. Uh, ik weet niet of hij dat op de training ook wel eens heeft laten Heb jij dat wel eens van hem gezien? Ja, ze noemen hem intern uh, Captavilla. Dus uh, ja, op trainingen doet hij het regelmatig. Nou goed, de in deze actie ging het goed. Twee minuten later ging het fout. Dus uh, je snapt ook wel dat ik wat gemengde gevoelens had bij de hele situatie. Maar uh, ja, dat is Dennis. Die, uh, ook die uh, beslist op het laatste moment natuurlijk wat te doen. Hij beschikt over een fantastische kap. En uh, die liet hij nu ook eventjes zien. Ja, en dan heb ik ook nog het overzicht om Olivier goed weg te steken. En uh, dat was een prima actie. Als we het toch over uh, namen hebben, gaan we gewoon eens een keertje doen. Hè? Want ik weet dat je het liever over het uh, team hebt. Uh, mij valt uh, echt uh, de afgelopen vijf wedstrijden Frank van den Burg zo op. Wat is die gozer langzaam maar zeker naar het uh, derde divisieniveau gegroeid? Ja, het grappige is dat tegenstanders ook op een wedstrijdformulier kijken of wij niet met 13 man staan. Omdat je hem twee keer tegenkomt. En, uh, en dat is gewoon Frank. Die kan zich zo gruwelijk vastbijten in een tegenstander. Het maakt hem echt niet uit tegen wie hij speelt. Hij wil gewoon uh, winnen, dat vooral. Hij wil zijn persoonlijke duels winnen. Ja, en dat, dat doet hij met zoveel overtuiging. Hij is uh, krachtig, hij is snel. Nou, aan de bal uh, kunnen, we, uh, kunnen er nog betere keuzes gemaakt worden. Maar kom op, hij uh, komt net uit de hoofdklasse. En draait nu al het hele seizoen uh, hartstikke goed mee. En, ja, je, uh, het is prachtig om te zien hoe die jongen zich ontwikkelt. En, en hij is ook heel goed coachbaar en dat maakt het toch wel een feest om met hem te werken ja, en ook op, opbouwend en uh, strakke paas uh, strakke inpaas ja maar dat is wel beter geworden want dat was eventjes wel een zorgkindje voor, voor hem en, en voor de ploeg ook natuurlijk want ja het tempo ligt hoog dus de kans dat je zo'n fout maakt bij een inspoelpaas is erg groot maar hij durft ze nu makkelijker weg te leggen beter weg te leggen en uh, er zit nog ruimte voor verbetering maar op dit moment uh, laat hij toch wel zien dat hij hoe uh, sterk is kan die uh, huismus uh, nog beter Oh, lastig. Ja, die kan, nog, die, kan nog, die kan nog veel beter. Kijk, het is, uh, het is ook zo. In de, in de, in de topwedstrijden. Uh, moet je ook mentaal in staat zijn om. Uh, uh, op te zijn en uh, daar zit nog wel een stukje dat ik denk af en toe van ah, kom op hè, laat zien hoe goed je bent wees je niet druk over het missen van kansen maar wees bezig met uh, het benutten van kansen en da dat is je vak dat kan je hartstikke goed laat het gewoon elke week zien Het maakt ook niet uit tegen wie je speelt laat, laat je klasse gewoon zien en daar, daar maakt hij nu veel mooiere stap in betere stap in ja het is een feest om uh, met zo'n gozer te werken ga je Sneek nog aanwijzingen geven voor uh, aanstaande zaterdag tegen Hoek Ah, nee, die hebben wel hun huiswerk gedaan. En, uh, ja, nou, over huiswerk gesproken, natuurlijk, moeten we zelf eerst uh, van Dovo winnen. Nou, uh, Eerlijkheidshalve, uit tegen Dovo. De eerste helft zijn we zoek gespeeld. De tweede helft uh, was voor ons. Maar goed, we hebben wel daar verloren. En die missie moet eerst volbracht worden. Ja, en dan mag uh, Sneek tegen Hoek nog een half uurtje spelen. En dan weten we na de wedstrijd meer. Ja. Ik heb het laatste half uur nog even gezien tussen VVOG en, uh, en uh, uh, Dovo. Afgelopen zaterdag, want het was natuurlijk op weg naar uh, Groesbeek, dus dat was wel uh, handig. Mij viel uh, toch wel vrij veel beweging in de voorhoede door uh, die met name Lukili, die uh, zo, zowel op links als op rechts en uh, steeds maar aan het zwerven was. Uh, moeten we even in de gaten houden. Nou, niet alleen Lokilio. Het hele elftal is uh, zeer veel in beweging. Heel krachtig, heel snel. Dat heb je in het uitduel ook gezien. En ik vind eigenlijk dat die ploeg heel erg op onze ploeg uh, lijkt. En uh, achterin uh, sterke jongens. Beks die goed uh, mee durven te komen. Er uh, zit veel voetbal in. Dus uh, nou, dat wordt een aardige uitdaging om uh, van Dover te winnen. Maar Bert, eerlijk gezegd, het staat bij ons nu ook beter dan toen in Veenendaal. Ja, dat vind ik ook. En uh, automatisme zit er behoorlijk ingeslepen. En uh, we zijn ook niet zo snel van het padje op het moment dat het even wat minder gaat. Uh, de jongens weten wat er gevraagd wordt. Ja, en het tempo wat we kunnen spelen. Ja, als we dat uh, op kunnen leggen richting Dovo, dan, dan stap je eens overwinnaar van het veld. Maar dat moet je toch maar weer elke week doen. Dat moet je zeker doen. Uh, Christian van Hussen, ik heb het er al een paar keer over. Natuurlijk uh, daar op het middenveld uh, heerlijk. Ja, je hebt ook het, het systeem is uh, langzaam maar zeker uh, aan het slijpen. Ja. Jij bent aan het slijpen, het systeem. Nou, ik niet alleen. Het is, het is natuurlijk wat je iets met je wat je met de hele staf doet. En uh, daar praat je ook veel met de spelers over. En uiteindelijk maak je een keuze daarin. En, en op dit moment blijkt dit systeem uh, het beste te werken voor deze groep. Met de kwaliteiten die we hebben. En uh, iedereen is ook topfit. Dat merk je ook uh, in alles wat we doen. En het geloof is uh, aanwezig. Kijk, en, en dan maakt het systeem uiteindelijk niet zo heel veel uit. Als, je, als het geloof aanwezig is om met elkaar zo'n missie te volbrengen. dan ja, of je nou uh, 5-3-1, uh, 5-3-2 speelt of zo, weet ik veel allemaal. Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om de bereidheid die je moet hebben. En die is erg groot. Als de Koningskoppel uh, aanstaande zaterdag maar weer net zo scherp is. Ja, niet alleen koningskoppen natuurlijk. Uh, dat zou helpen. We zijn natuurlijk de productie. Nou, het wordt een clash tussen, tussen Pilon en Patrick. Dat is natuurlijk prachtig. Twee topscorers uit de derde divisie. Nou, laten we hopen dat uh, Olivier aankomende zaterdag nog steeds bovenaan staat. Ik heb het gevoel dat uh, Moro nu ook uh, weer uh, lekker dat vertrouwen heeft. Uh, de zekerheid uh, dat hij bij DVS uh, blijft. En uh, ja, dat, dat uh, kan zijn spel, denk ik, alleen maar ten goede komen. Ja, Soufian zit fantastisch goed in zijn vel en uh, die heeft even de pech gehad dat hij voor het eerst in zijn leven dan een rode kaart heeft gehad. En die, die baalde als een stekker, maar je zag ook zaterdag, hij was in Groesbeek uh, na de wedstrijd ook in de kleedkamer. Uh, ja, aan hem kun je zien dat hij een liefhebber is en, en dat hij geniet van iedere minuut op dit moment uh, bij DVS. En dat is fijn, want dan uh, heeft die switch hem dat opgebracht uh, waar hij misschien op gehoopt heeft. En wij mogen gebruik maken van zijn uh, toch wel uh, bijzondere kwaliteiten. Nog even dat allerlaatste twittertje, tweetje van uh, Johan uh, Harmstra Je kent hem wel. Hè? Het zal toch niet zo zijn, hij bedacht dat in de auto, dat we uh, een beste doelsaldo hebben. Het allerbeste spelen van de Derde Divisie. Arno Arts uh, zei dat ook, onder andere. En dat we dan naast alle prijzen grijpen. Ja, ja, nee, goed. Dat is nog niet gezegd, natuurlijk. Hè. Er valt nog heel veel te winnen. En uh, ja, dat, dat, dat scenario hadden we vorig jaar natuurlijk ook. Eerlijk, eerlijkheidshalve. Toen werden we derde en stonden we ook met lege handen. Terwijl we één minuut voor tijd nog met heel veel stonden. Dus uh, dat kan altijd in de sport, in de voetballerij. Uh, dus ik begrijp Johan, dat is je zeker. Dat is fantastisch. Ze zijn er altijd bij. En, en, en super mooi, kritische supporters. Maar die mogen ook wat vinden, want die zijn er ook altijd. En, uh, maar wat hebben die in geel zwart hart, Johan? Die hebben echt een geel-zwart hart. En uh, jij ook nog steeds hè? Ja, 100%.